Ik ben René Verrechtert en samen met mijn vrouw Simon baat wel een biologisch varkensbedrijf uit. Dat is gelegen in Geel en in de naam de Steenovers. En buiten varkens doen we nog een beetje legkippen, wat schapen en granen. Dat bedrijf is gegroeid uit het klassiek campusbedrijf dat van mijn vader was. Dus ik ben de derde generatie boer. Maar omdat dat klassiek was en ik wou het eigenlijk een beetje beter doen en anders doen dan mijn vader. Daarmee zijn we omgeschakeld naar de biologische methode. Dat ik omgeschakeld ben is vooral het dierenwelzijn. Hè. Dus zeugen die moeten bevallen hebben een nestring. En tot over 20 jaar terug leefden die varkens, die zeugen allemaal in boksen. Die kwamen nooit los. Als die dan moesten gaan werpen, die hadden een nestring, die hadden geen materiaal voor die nest te maken. Dat was een en al stress. Dus ja, wij proberen dus het varken terug in de natuur te brengen. Naast de varken zijn er dan ook nog kippen. En dat is eigenlijk, we hebben het kempenshoen. Dat is een heel oud ras dat eigenlijk in de kempen uitgestorven was. En over een jaar of vijf, zes terug was er een oproep, wie wil er mee terug het kempenshoen op de kaart zetten? Ik heb daarop gereageerd en nu broeden we elk jaar een paar honderd eieren uit. Als je kijkt naar de kilogram graan dat hij verbruikt en de kilogram eieren dat ze legt, scoort hij heel goed. Dat diervriendelijkheid, dat loont ook. Onze zeugen worden veel ouder dan in klassieke bedrijven. Omdat die in de technische resultaten zijn uiteindelijk even goed. Maar omdat wij dan minder input hebben van fossiele brandstoffen. We hebben geen ventilatie, geen verwarming. Dus daarmee dat ons rendement ook hoger ligt. Wij hebben dan 25 zeugen die biggen worden vetgemest. In klassiek, een klassiek familiaal bedrijf, dan gaan ze tussen de 200 en 300 zeugen in afmesten. En de industriële boeren, daar gaat dan 1000, 1500 zeugen in afmesten. Maar mee dat wij dat compenseren, we een deel van ons voeder winnen we zelf. We doen een korte ketenverkoop en daar halen we ons inkomen ook uit. De trots, als ik zie, ook de technische resultaten die ik haal, die evenaren de klassieke boeren. En als ik 's morgens de varkens ga voederen, dan loop ik in de open lucht, de vogeltjes fluiten, niet in een stoffig lokaal. Dus en je ziet die biggetjes spelen en ja, ik kan dat op stand zien. Nog altijd, na zoveel jaren, kan ik er altijd nog naar kijken hoe dat die groeien, hoe dat die spelen. Hoe, ja.